Kerst. Nah. Kijk nou hoe lekker. Nou, eindelijk. Kast 1 is helemaal leeg. Verhuisdag. Een beetje kan laten zien. Nou, je ziet het niet heel goed. Maar ze zijn af. De andere hand is ook bij de haar. 1 uur. Nou, binnen 2 uurtjes gedaan. Best prima, toch? Ja. Jezus. Oh, we zijn bij de parkeerplaats aangekomen om foto's te maken. We zitten ons om te kleden in de auto, maar wat een ellende. Maar, Oeh, mijn schoenen zijn nat. Oh, jezus, godsmanne. Goed je body, Mordy. We gaan eventjes wat fotootjes maken. Ergens een broodje of iets halen. Toch? Ja. Dit was de plan. Of is het... Nee, dit is wel heel netjes. Nee, ik doe even een switch. Ik doe even de camera uit. Zeg hallo, ik heb hier helemaal geen zin in. Ja, we werden een paar kleine jongetjes gefotografeerd. Ja. We hebben eventjes lekker broodjes gehaald. En... Oh boy, ja. We got a gambas hot, ginger shot. Ik heb een broodje met filet. En ik heb zo... Oké, we gaan dit eerst doen, ja? Ik moet hier even mijn jas voor uit doen, want... Oké, ik ga het hier vanaf. Oh ja, waar ik al mijn fioren aan trouwens? Waar is eigenlijk mijn zakje? Ik heb ook schat over mijn gier gaan. Waar ben ik nou gevallen? Ja, dat tempo wat jij... Ja, ik ging met een graftempo naar beneden. Ik dacht, hallo, ongemakkelijke bedoeling. Hé, waar is het nou? Eigenlijk moeten we straks gewoon nog een keer naar boven gaan. En dan ga ik vragen, waarom zit jullie foto's van ons te maken? Mag ik even een lampje? Ja. Ze zaten foto's van ons te maken. Ja, het was eerst... Kijk, we waren foto's aan het maken. Ja, het ging zo en... zeggen. Het is echt lekkere weven. Nou, waar is het kindjes nou, joh? Kindjes van 13. Ligt het niet nog ergens daar buiten? Nee, het was sowieso binnen. Ik weet het, ik heb het nog in mijn handen gehad. Kijk hier. Ik kan het ook niet zien. Huh? Hallo! Dat is echt vet lekker. Zit ik er even gewoon op in? Ja, Oké. Oh! Oh my god. Ik had het hier in de zijkant neergelegd. Oh my god. Regent het nou een beetje buiten? Nee, wij zijn binnen. Oké, maar gewoon even dat ook even afstrekken, jongen. Oh, hier zit ik. Oh ja. Ik heb er eigenlijk totaal geen zin in. Maar is dit van mij? Ja. Ik moet even iets hebben om dit even aan te zetten. Kan je niet tegen mijn dingetje? Nee, want die moet jij toch drinken? Oh ja. Hier! Nee, dat gaat wel. Zo. Oké. Nasty. Nasty shit. God, non, de tering, tyfus. Kan je hem niet hier tegenaan zetten? Oké, nee, dit gaat. Oké. Ik vind het echt heel... Niet aan ruiken, oké? Of gaan we wel ruiken? Ja. Ik ga hem... Oké. Maar dit is wel andere gember smaak dan normaal. Ik krijg gewoon echt een beetje zenuw, hè? Sinaasappel, appel, azijn en honing. Volgens mij valt dat wel mee. Oké, we gaan doen. Cheers. Oh, deze valt echt best wel mee. Nou, Oh, ik vind deze echt best wel meevallen. Maar ik ga toch een slokje nemen. Ik had gember gewoon echt heel erg. Er zit niet eens gember in. Jawel. Maar staat hieronder... Het is een gembershot. Maar staat hieronder sinaasappel, appelazijn en honing. Ja, gembershot met sinaasappel, appelazijn en honing. Oh ja, grapje. Kurkuma-sap zit erin. Dat is heel goed voor je. Oeh! Zo, we zijn healthy gelijk, jongen. Oké, schat. Helaas heb ik ook een Reese's gekocht. Nu aan de Reese's! Ik ga even een taste test voor jullie doen. Wil je ook een Reese'sje? Nee, ik wil niet. Nou goed, eet smakelijk. Bon appetit. Niet op het al. Ik zit op een positie waar jullie mij nog nooit eerder hebben gezien. Gewoon een klein stukje voor rijbewijs. Voor alle mensen, ik heb gewoon een rijbewijs hoor. Ja. Nou, doe even je... Ja, ik moet nog meer naar voren, denk ik. Oh, dat is eraf. Zo, ja. Wat was ook links is koppeling. Helemaal links. Ja. Oh, wacht even hoor. Dit is gas, hè? Dat is remmen. Rechts is gas. Dit is gas. Ja. Oké. Oh.
Oké, eerst even je voet op de rem. Zo. Oké, nou, dan doe je even je, ja, eerste. Dus één. Voet van de rem en op je gaspedaal. Nou. Gewoon op laten komen. Ja, gewoon wat je geleerd hebt. Waarom komt ze niet? Ja. Oh. Ja! Oh. En dan doe maar een stukje draaien. Doe maar draaien. Waar rij je? Was al? Doe maar draaien. Oh jongens. Ik moet wel rijden nu. En deze moet best wel snel naar z'n 2. Ga eens naar links. Een stukje vooruit. En deze moet best wel snel naar z'n 2. Oké, dan wacht hoor. Deze moet nu al naar z'n 2. Dus koppeling. 2. Goed zo. Nah. Wat goed. Ook daar komt een auto aan. Gaat ze maar eerst hoor, want ik ben niet zo'n held. Nou, dan moet je wel je voet op de koppeling, oh, ja. Anders valt hij uit. Oh, ze gaat niet. Oh, nee. Ja, ik ga niet via de nette lijntjes hoor. Daar doe ik niet aan. Nee, dat is oké. Okay. Maar... Oh, wat knap zeg je. Ja, kijk, je kan het wel. Ja, dit gaat wel. Ik zet hem weer gewoon lekker terug in het spekje. Allemaal Europcar dingen. Nou, weer is het vrij. En... Kan ik nu mijn poten nog even afhalen? Nou. Ik ga het aan mijn vader laten zien. Ik ben heel trots. Pap, ik heb gereden! Lekker leuk. Zieke catfish. Echt hè? Grapje. Het beeld is echt heel blauw. Maar ik ben weer thuis van foto's maken en van Roos ernaast doen. Ik ga nu eventjes mijn slaaptas inpakken, want ik slaap vanaf bij Milan. Dus ja, die tas ga ik eventjes pakken. Ik moet ook mijn laptop mee, want ik moet mijn video nog bewerken. Mijn weekvlog had ik nog niet gedaan. Dus dat moet ik vanavond daar eventjes doen. Dus ik hoop dat die op tijd online staat. Maar ik denk het eigenlijk wel. Want die moet morgen om 4 uur online. Dus dat komt op zich wel goed. Dus ik ga nu eventjes mijn spullen pakken voor het slapen. En dan gaan we richting Milan. Ik weet nog niet wat we gaan avondeten. Ik hoop iets lekkers. Het is vandaag dinsdag. En vandaag is best wel een soort van drukke dag. In vorige weekvlog kon je zien dat ik was begonnen met kleding en zo in te pakken. Dat ga ik vandaag verder doen, want heel mijn kledingkast moet leeg. En dan moet vandaag uit elkaar. Want morgen wordt de kledingkast met een busje naar het huis gebracht. Dus dan moet je gewoon helemaal uit elkaar en leeg zijn. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. En rond 3 uur ga ik mijn dag weer naar het huis toe. Omdat de muurtjes die er zaterdag zijn ingezet, die moeten nog eventjes geverfd worden. Dus dat gaan we dan ook doen, zodat het verf gewoon helemaal klaar is voordat de meubels komen morgen. Dus vandaag is best wel een druk dagje qua... inpakken, klussen, verhuizen, dat soort dingen. Mijn weekvlog is nu even aan het opslaan, want die moet vanmiddag online. Het is nu namelijk 10:30 en om 4 uur komt hij altijd online. Dus dat redt hij makkelijk. Hij is al bijna klaar met verwerken. Ik ga eerst even ontbijten en dan ga ik beginnen met het hier een beetje op te ruimen op mijn bed. Zodat ik hier ook wat dingen op kan gooien. Zodat ik kan gaan inpakken. Hier heb ik al 4 dozen staan waar kleding in staat. Hier zitten al mijn tassen in. Hier heb ik een mandje met allemaal haardingen. Zoals föhn, krultang, steltang, dat soort dingen. En hier heb ik een doos met allemaal verzorgingsdingen voor mijn haar. En voor mijn gezicht en lichaam en zo. Dus dit zijn op zich dingen die wel al straks misschien mee kunnen in de auto met dag. Maar ik moet nog eventjes kijken. Verder is het overal echt een troep. Dan moet ik dit dus allemaal gaan opruimen. Dit moet gewoon even naar het grof vuil. Kleding dat hier ligt, dat ga ik soms even in een container doen voor het Leger des Heils. Voor het Leger des Heils komt het ook op een goede plek terecht. Dus dat ga ik zo meteen ook even doen. Maar het regent heel hard buiten, dus ik wacht even tot het een beetje droog is. Nou, eindelijk. Kast 1 is helemaal leeg. Daarboven ook. Ik heb alle hangers heb ik hierin gedaan. Nu moet ik alleen nog deze kast... En dat was het vervelend, want ik heb hier dus heel veel schoenendozen. Daarboven ook, kijk, dit is allemaal wel leeg. Maar ik weet gewoon niet wat ik moet met deze schoenendozen. Want net zoals die schoenendozen van Isabel Marant en mijn Yeezys en mijn Chloe slippers. Dat wil ik gewoon bewaren, want stel dat ik nou ooit mijn schoenen wil verkopen, dan is het wel belangrijk dat je de doos erbij hebt. Dus dat vind ik een beetje lastig, want ik heb eigenlijk overgezien om dit allemaal... op te gaan stapelen in mijn nieuwe kamer. Dus ik moet eventjes kijken wat ik hiermee ga doen. Maar dat weet ik dus nog niet. Maar in ieder geval, het is leeg. Alleen hierboven moet ik het nog even leeg halen. Oké, dit kastje is nu ook helemaal leeg. Ik heb er eventjes wat tape omheen gedaan, zodat die kastjes niet open kunnen terwijl het vervoerd wordt. Alleen hier zitten nog wat dingetjes in. Haarbanden, scrunchies, zonnebrillen en zo. Maar ja, ik wist gewoon eventjes niet waar ik het moest laten. Dus ik heb die gewoon nog een keertje dichtgetaped, zodat het er niet kan uitvallen.
Maar die kan dus in ieder geval mee morgen. Kasten zijn nu ook helemaal leeg. Dat had ik volgens mij al laten zien. Maar ook hier zijn nu alle hangers eruit. En schoenendozen weg en zo. Het is echt heel smerig, maar oké. Dus die kunnen ook uit elkaar. En nu ga ik eventjes dit naar de container brengen. Ik ga die kledingzak eventjes naar het leger des Heils brengen. En ik moet die Zara-doos eventjes wegbrengen. Dan komt er al iets meer rust hier zo. Het is vandaag woensdag en ik ben in het nieuwe huis. Vanavond wordt Dagmar de bed geleverd. Mijn bed wordt ook opgehaald en onderdelen hier neergezet en zo. Dus we dachten van het is wel lekker als dan gewoon de kamer en alles gewoon schoon is. Dus ik ben nu hier met Miel. Dan gaan we even deze kamer. We hebben net gestofzuigd en we hebben net verf van de vloer gehaald. Dan ga ik even een keertje met het gel eroverheen, zodat deze kamer echt helemaal goed schoon is. En dan ga ik Dagmar haar kamer doen, want die heeft nu online les thuis. Maar dan ga ik haar kamer eventjes doen. Dan ga ik de kledingkamer even leeghalen en dan zijn we hier klaar. En dan gaan we zo meteen naar mijn vader toe. Dus vandaag kwam er echt wel een beetje meubels en dingen. En ik heb er echt heel veel zin in. Maar we gaan eventjes een sopje maken om nog eventjes deze kamer te tweelen. Het is vandaag donderdag en ik ga zo meteen naar het huis toe. Gewoon Dagmar om hem schoon te maken. Ik had natuurlijk gisteren gezegd dat eigenlijk gisteren alle meubels en zo bezorgd zouden worden met de bus. Alleen er was iets met de bus waardoor we hem gisteravond toch niet konden gebruiken. Maar nu hebben we hem gelukkig zaterdag heel de dag tot onze beschikking. Dus kunnen we zaterdag letterlijk alles vervoeren. Want anders hadden we hem alleen morgenavond 3 uurtjes of zo. En nu hebben we hem zaterdag gewoon heel de dag. Dus nu kunnen we mijn bed, mijn kledingkasten. Kijk, de kledingkasten zijn al helemaal uit elkaar. Deze doos hierachter. Mijn bed, spiegel, vloerkleed, kastje. We kunnen bij Dagmar haar huis langs om bij haar al haar spullen te halen. Dus nou, aan de ene kant is het vervelend dat het gisteravond niet doorging. Maar aan de andere kant ook wel chill dat we nu zaterdag heel de dag hebben. Gisteren had ik natuurlijk de vloeren in onze kamer al schoongemaakt. Omdat we dachten dat het bed kwam. Maar dat was dus niet zo. Maar die kamers zijn dus wel alvast schoon. En ik ga vandaag de rest van het huis schoonmaken. Alleen de woonkamer niet, omdat daar nog gewoon heel veel spullen staan. Maar de rest van het huis ga ik wel alvast schoonmaken. Ook de kledingkamer, zodat zaterdag gewoon alles schoon is als we erin, alles erin gaan zetten. Mijn moeder die komt ook strakjes kijken. Het is nu 11:15. Ik ga er nu heen. En mijn moeder kwam rond 12:00 ongeveer. Dus dat is ook gezellig. Ja, ik heb echt niet iets boeiends aan. Ik heb deze trui aan. Van de Subdude en gewoon mijn sportlegging weer, die van gisteren. Want als jullie kunnen zien, zit al mijn kleding in dozen. En ik ga niet schoonmaken in een spijkerbroek of in een lakleren broek of zo. Dus ja, dat. Ik ga eventjes mijn tanden poetsen. Sokken aantrekken, die liggen toevallig hier klaar. En dan ga ik naar het huis toe. Ik ben klaar met schoonmaken. Ik heb de badkamer, wc en de keuken helemaal schoongemaakt. Ook gedweld en zo. Dus dat is nu gewoon schoon. De keuken moet misschien nog wel een keertje de kastjes gedaan worden. En de koelkast moet ook nog gedaan worden. Maar ik heb gewoon echt geen zin meer. En ik moet echt even iets sterker schoonmaakmiddel hebben. Want hiermee lukte het gewoon echt niet. Maar in ieder geval is het wel dus een beetje schoon voordat zaterdag alles komt. Kledingkamer heb ik ook nog schoongemaakt. Net. Dus de kasten en meubels kunnen daar gewoon lekker in. Hier is het wel echt nog één grote troep. Maar dit is eigenlijk de enige kamer die niet schoon is. Niet schoongemaakt nog. Dus eigenlijk gooien we hier alle troep neer. Omdat hier toch nog geen meubels voor komen. Dus ja. 3:50. Ik ga lekker naar huis toe. Video bewerken. Want die moet morgen online. Dus dat ga ik doen. En eventjes kijken waar Miel en ik vanavond gaan slapen. Misschien dat we gewoon bij mijn vader slapen. Ook al is het echt een troep in die kamer. Ja, misschien dat we daar gewoon slapen. Even kijken. Maar ik ga nu in ieder geval naar huis toe. Ik kan je nog wel eventjes de keuken en de woonkamer laten zien. En zo hoe schoon dat nu is. Dit is de kledingkamer. Die heb ik helemaal gestofzuigd en gedweld. De hal hier ook een beetje. En dan heb je hier de badkamer. Helemaal schoon.
hier de wc. Er moet alleen nog een andere bril op. En ik heb een kleedje besteld en handdoekjes. Maar verder is die ook schoon. Alleen dus nog een andere bril. En dan de keuken is ook helemaal opgeruimd en schoon en netjes weer. Dus ja, mijn kamer ook gisteren gedaan. Dus ik kan echt niet wachten totdat we zaterdag gaan verhuizen. Ik heb de verhuisvlog net ook afgesloten. Want het deel van verhuizen komt in deel 2. Dus ja, ik heb er echt mega veel zin in. Ik hoop dat we er lekker snel in kunnen. We gaan vanmiddag onze IKEA bestelling plaatsen. Ook gordijnen erbij bestellen, want die hebben we dus nog niet. En je kan natuurlijk niet echt hier slapen als er geen gordijnen zijn. Dus ja, dat is wat we vanmiddag gaan doen. Maar nu ga ik eerst lekker naar huis. Ik ben weer thuis en ik heb net zo'n leuk mailtje gehad. Ik ga namelijk weer samenwerken met Xenos. En dat is echt... Vorige keer kwam die timing ook zo perfect uit. Vorige samenwerking met Xenos was ook toen ik zeg maar uit huis ging. Dus nog best wel veel dingen nodig had. En nu dus weer. Dus ja, ik ben echt helemaal in de glorie. En we hebben ook een ander bedrijf waar we een samenwerking mee hebben. Waar ze dus ook allemaal home spulletjes hebben. Dus daar hebben we ook wat dingetjes uitgekozen. Dus ik ben echt... Daar ging mijn elastiekje. Ik ben echt helemaal blij. Maar ik ga nu eventjes mijn week... Of mijn weekvlog. Die verhuisvlog bewerken. En ondertussen ook eventjes lekker Temptation kijken. Want daar heb ik zin in. Het is vandaag vrijdag. En ik ga vandaag in de stad wat fotootjes maken met Madelief en Ro. Ro die komt eerst nog eventjes naar het nieuwe huis kijken. Dus daar gaan we nu eerst heen. En dan daarna meeten we met Madelief in de stad. Gaan we foto's maken. Ik heb eigenlijk alleen dit shirt van Naked waar ik eventjes een foto van moet maken. En verder heb ik wat truien mee van Fiore. Om van Fiore truien wat foto's te maken. Want ik wil gewoon wat meer plaats. Ik wil gewoon wat meer content hebben. Ook heb ik een trui voor rood. Die wilde die blauwe. Dus heb ik voor haar meegenomen. En ik dacht misschien is wel leuk. Dan zeg maar. Want ik heb natuurlijk die paarse en roze trui. Ja, dat zie je nu niet goed. Maar ik heb die paarse en roze trui. Die is hetzelfde. En die blauwe en witte is hetzelfde. Dus ik dacht misschien kan ik daar een soort van leuke matchende foto met rood mee maken. Dat is handig als je met z'n drieën bent. Dat dan een ander iemand een foto kan maken. Maar ik ga nu dus richting het huis. Ik heb deze jas aan van... Bij Must-haves die ik in mijn vorige week vlog heb laten zien. Ik weet niet of ik het zo goed kan laten zien. Maar het is een hele lange zwarte pufferjacket. Dan dit shirt van Naked. En hieronder gewoon mijn Zara broek met die gaten. Ik twijfel of ik mijn Dr. Martens eronder aan doe of mijn Sandro's. Maar ik denk mijn Sandro's, want daar kan ik het langer op volhouden. Vanavond ga ik ook keer door nagels doen. Ik zou dat eigenlijk morgenochtend doen. Maar omdat we morgen heel de dag gaan verhuizen, ging dat gewoon echt niet lukken qua timing. Aangezien ik hier alles nog moet opruimen en in dozen moet doen. Dus nu ga ik vanavond een keer daarna eens doen. Dus dat is een beetje mijn planning voor vandaag. Dus ik ga jullie lekker meenemen. Kijk nou hoe lekker. Beloning na het werk. Na het werk ook. Het is vandaag zaterdag. Verhuisdag. Ik ben echt mega bleek, maar oké. Okay. Wij gaan vandaag eigenlijk alle spullen verhuizen. Dus ik ben nu alles beneden aan het zetten. Mijn kast, delen van mijn kast, mijn kleed. Hier allemaal dozen met kleding en schoenen. En Milan die komt zo meteen met een busje ook mijn bed halen. Super lief. En Dagmar die komt mij strakjes dan halen dat ik met haar mee reed. Ja, vandaag gaan we echt eigenlijk alle grote spullen verhuizen. En ik heb hier een pukkel. Ik weet niet hoe die hier komt, maar ik vind het niet leuk. Maar Oké, we gaan vandaag eigenlijk alle grote spullen verhuizen. En dan na het weekend komen de meubels voor in de woonkamer en zo. Maar die meubels zien jullie natuurlijk in de verhuisvloer. Vandaag, ja, het wordt echt chaotisch. Ik heb zoveel last van mijn rug, ook door dit allemaal te tillen. Maar mijn bed die moet dus nog uit elkaar. Ik ben echt zo bleek. Oh, ik ga morgen echt even lekker zelfruinertje opdoen. Maar kijk, hier zit ook nog een kast. Maar bij ons in het huis heb je dus grote ramen. Dus we gaan dat hek eruit halen, zodat we het via het raam zeg maar naar buiten kunnen aangeven. Anders is mijn vader bang dat de muur beschadigt en zo. Ja, mijn bed moet alleen nog uit elkaar, maar mijn matrassen liggen hier. Deze troep komt later wel. Ik weet ook nog niet zo goed wat ik hiermee moet. Natuurlijk, er liggen spullen tussen die mee moeten, maar ook spullen waarvan ik denk, ja. Yeah. En hier is nog mijn kast. Ik ben echt helemaal buiten adem gewoon... We zitten in de auto. We hebben alle spullen ingeladen. Even zo neer. Nieuws nu met een busje al onze spullen naar het huis brengen. Heel lief. En mijn vader komt ook zo. Dag, maar de moeder is er al. Dus dan gaan we met z'n allen alle spullen inladen. Hebben we er zin in? Ik wel, jij? Ja. Nou ja,
Nou, niet in het verhuis, maar gewoon in Darcy. Ja, daar wel. Ja, dat wel. Dit is een nieuwe kleur. Wow. Oh, wacht. Oh ja, dit ook. Ik kan het zeggen, echt een bodybuilder. Nee, het is vandaag zondag. Oh, even uitzoomen. Het is vandaag dus, ja, we hebben hier ook helemaal geen licht. Daarom staat die ringlamp hier. Zet het verder. Oh ja, kom. Oh. Zo, wat voor kleurtjes kan dat ding allemaal? Hij kan middelmatig. Hij kan warm en hij kan koel. Zo, zo. Doen we even hier. En dan ja, ik doe even zo. Dan hebben we wel licht, maar niet zo veel. Maar het is vandaag zondag. En we hebben issues met de wifi. Ik ga het jullie even laten zien. Voor de mensen die ook Ziggo hebben. Nou, Keir heeft Ziggo, maar die kan ons dus niet helpen. Ze heeft het geprobeerd, maar... Het is geen natuurtalentje. Maar we hebben dus geen idee hoe dit werkt. En we zitten hier heel de avond, heel de nacht. We gaan hier voor het eerst slapen vannacht. En eigenlijk heb ik de hele dag niet zoveel gedaan. Maar we hebben dus van mijn vader een cadeau gekregen. En dat is dus deze wijnkoeler. Kijk, er zit ook een lampje in. Hij heeft ook wijntjes gekocht. Hij heeft wel lekkere gekocht hoor, volgens mij, dacht maar. Ja, zo, dat zag je, die mooie slicht.